Het is vandaag de 94e verjaardag van Mickey Mouse. Dit is een muziekje uit zijn allereerste tekenfilm, tenminste de eerste die is uitgekomen. Steamboat Willie. Dus nou, van harte Mickey. 94. En nog steeds een grijze muis. Ah, ja, yes! Hier hoopte ik al op. Hey Wouter. Goedemorgen. Er was een brandoefening. We zitten nu allemaal in huis buiten. Nee, wij kregen al een melding van het gebouw waar we in zitten dat vandaag een brandalarm getest zou worden. En toen kwam moeten we dan rekening houden met als de rode lamp aanstaat. Ik heb er niet op geantwoord, want ik vind het altijd wel leuk als dit soort dingen mijn uitzending een beetje verstieren. Dus Godskeleren. Nu gaat hij ook niet meer uit. Nou, dat wordt. Ik moet ook een opname zo starten voor de podcast van de Kink op de Week. Misschien is het dan het slimst als we op het moment dat. Godskeleren, wat ik heel mee. Ik hoor hem niet meer. Voor mij is hij helemaal weggebliept. Als dan het begin van Kink op de Week klinkt, dan doe ik even de microfoon hier uit totdat dit klaar is. Oké. Okay. Ja? Het is 8:10. Eigenlijk 9 over. We zijn een keer te vroeg, joh. Vind je die? Tijd voor je wekelijkse dosis. Ik ben het met hem eens. Of wie is die linkse lul? Het is tijd voor Kink op de Week. Wouter Monde. Kink op de Week. Als het kan, sluit dan je ogen en droom even met me mee. Stel je voor dat je in een sauna zit. Het is er lekker warm. Er is net verse munt citroenolie op het vuur gegooid. En een strak iemand met geslachtskenmerken die jij lekker vindt staat in niets meer dan een handdoekje lucht te wapperen. Er speelt een vage instrumentele cover van een nummer dat alleen nog op Sky Radio voorbij komt. En bij het horen van die zijige panfluittonen denk je, wat is er eigenlijk gebeurd met al die orkestjes uit Peru? Naast je zit een aanstellerige bejaard met zijn armen boven zijn hoofd veel te nadrukkelijk te zuchten en te steunen, met uitzondering van de momenten waarop hij aan zijn zak krabt, waarbij het klinkt alsof een wadloper zijn laars uit de zompige zeebodem probeert te trekken. En uit je ooghoeken zie je hoe de twee vriendinnen die al de hele tijd net te hard zaten te fluisteren, de ruimte verlaten. Waarbij de een tegen de ander zegt, ja, een beetje warm vind ik wel lekker, maar dit is gewoon te warm. En op haar onderrug prijkt een tribal. En haar armen staan vol kindernamen en je denkt, volgens mij is dat niet hoe je Destiny spelt. Kortom, een standaard dagje sauna. Stel je nu even voor dat dit geen sauna is, maar gewoon de buitentemperatuur. Dag in, dag uit. En dat je er niet bent om een dagje te ontspannen, maar dat je met deze temperatuur aan het werk bent. 6 dagen per week, meer dan 12 uur per dag. Dat je denkt, ho ho, dit is niet wat we hadden beloofd bij vakantieveilingen.nl. En de kleedruimte staat ook opeens vol met stapelbedden en ziet eruit alsof Vindicat er hardhandig een vat feuten heeft ontgroend. En de wc lijkt een Dixie op festival dag 4. Nou, dit zijn zo'n beetje de arbeidsomstandigheden waaronder de afgelopen jaren stadions en hotels uit de zandgrond zijn gestampt voor het WK voetbal in Qatar. Misschien wel het meest ongeschikte land voor een WK ooit. Alsof je de winterspelen houdt in een Chinese regio zonder sneeuw of een dartstoernooi in een bibliotheek. En als je van de sterfgevallen, de uitbuiting en de moderne slavernij bij de bouw niks hebt meegekregen, dan heb je echt onder een steen gelegen. Ironisch genoeg, een van de manieren waarop veel arbeiders om het leven zijn gekomen. En voetbal is oorlog, maar dat betekent toch niet dat er daadwerkelijk een hele hoop mensen moeten sterven? En sowieso, voetbal is al lang geen oorlog meer. Voetbal is marketing, macht en vooral een miljoenenindustrie. Voetballer Gary Lineker zei ooit, voetbal is een eenvoudig spel. 22 mannen lopen achter een bal gedurende 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers. Nou, op het einde winnen niet de Duitsers, maar de clubeigenaren. De bestuursleden van de KNVB, UEFA en FIFA en de sponsors. En dat het WK überhaupt in Qatar is, dat er nooit echt is ingegrepen toen de misstanden al ruim bekend waren, dat Nederland tegen de wens van de Tweede Kamer in toch een delegatie gestuurd die dan ingetogen gaat juichen. Woehoe. Het draait allemaal om één ding. Geld. Kijk, ik kan makkelijk zeggen dat ik niet ga kijken. Voetbal interesseert me niet zo heel veel. Maar ik snap het heel goed als je aan de ene kant denkt, kak, ik hou van voetbal, ik wil het zien. Maar dat je je er ook wat ongemakkelijk bij voelt. He, alsof er iemand in de sauna zich net te dicht met zijn kruis langs je probeert te wurmen.
Er is een oud-Hollandse oplossing. Kijken, kijken, niet kopen. Onthoud goed welke bedrijven je ziet adverteren rondom de wedstrijden. En zet ze buitenspel. Kijken, kijken, niet kopen. Echt, je hebt al oranje rommel genoeg van eerdere jaren. En voor elk product is een alternatief. Dus doe met al die lijkenpikkende bedrijven wat Qatar deed met tienduizenden bouwvakkers en laat ze stikken. Kijken, kijken, niet kopen.